30 jaar. In de Surinaamse modewereld is ze zeker geen onbekende, want ze is een van onze eigen Surinaamse modeontwerpers, designers, zo je dat wil. We zijn vandaag aan de poort bij. Hallo. Morning. Goedemorgen. Dat is Christel Nirk. En vandaag zijn we bij haar aan de poort bij. Alles goed? Ja. We zijn vandaag een beetje komen kijken hoe een dag in het leven van Christel Nirk eruit ziet. Ah, super gevuld. Ja? Mm-hmm. Wat ga je vandaag doen? Ah, vandaag de stoffen kopen bij Lamara. Mm-hmm. En ja, dan gewoon chillen, relaxen. Oké. Okay. Je bent bezig aan iets te werken dus als je stoffen moet kopen. Ja, ik werk meestal tot laat in de ochtend. En ik moest een pakje afronden van een klant. Dus ik heb tot 5 uur in de ochtend gewerkt. Dus ik heb dan alles mooi netjes geknipt. En dan ga ik later stikken. Oké. Okay. Mag doorkomen. Maar jij bent niet gewoon een modiste. Je bent een designer. Je ontwerpt. Ik ben een fashion designer. Ja. Fashion designer. Hoe is dat zo gekomen? Hoe begon het? Eens vanaf mijn 6e begon ik met papa kleren, Barbie papa. Uh-huh. Ik begon mijn papa te kleden. En ik ontdekte wel dat ik een gave had. Ik hield heel veel van tekenen. Ja. En dat ben ik gaan uitbouwen. Mijn pro-talent. Mijn vader zette me daarna op kniples toen ik 15 jaar was. En van daaruit ben ik begonnen. Later heb ik de draad weer opgepakt. Weet je, wanneer je jong bent heb je andere interesses. Ik keek van oké, welke richting wil ik naartoe. Ja. Ik zat ook op het Nuala Hatterman Instituut. En ik heb jaren met mijn vader gewoond in Ikeri. En heeft me flink geholpen om alles zo een beetje te ontdekken. Zo, oké, Christel, wat wil je doen? Je hebt heel veel talent. Doe er wat mee. En heeft flink een steentje bijgedragen, want hij zette me op kniples op mijn 15e. Dus eigenlijk vanaf je 15 bent, ja, dan had je al een beetje idee wat het zo gaat worden. Waar ben je nu naartoe? Ja, over 15 jaar zie ik gewoon een Christel Nirk shop hier. Dat is Christel Nirk Centrale. Ja. En ik wil gewoon een begrip worden. En ik heb ook heel leuke programma's. Op schema. Dus mensen moeten me gewoon blijven volgen. Ja. Alle fashion lovers, iedereen die een beetje talent heeft, zou bij me terecht kunnen. Als je kijkt naar de modewereld in Suriname, hoe ziet het er voor jou uit? De modewereld. Meegaans, ik wil Suriname kennis laten maken met de mode. Suriname heeft heel veel meer te bieden. Weet je, het gaat niet alleen om de boutiques. Natuurlijk heb je een andere markt nu. En vroeger was dit, iedereen wist het van hey. Megawa Modis, Megawa Kroosie, je had geen boutique. Ja, de Chinees niet, snap je? Dit was echt een leven van bestaan, een middel van bestaan. Maar het is een beetje gaan verwateren. Maar ik ben gewoon afgestapt van het huisnaister imago. Ja, don't let this fool you, snap je? Ik heb een plan. Mm-hmm. Snap je? En je moet doorzettingsvermogen hebben. Je moet gedisciplineerd zijn. Soms heb je altijd even een beetje moeite met time management. Je moet gewoon doorzetten en weten waarvoor je werkt en waar je naartoe gaat. En ik wil mensen gewoon laten weten dat er een markt hier is in Suriname. Maar je moet je kledingstukken kunnen plaatsen naast die van een boutique. Want iedereen had gaan een kledingstuk maken bij een modist. En dat was het. Er was geen concurrentie. Maar nu heb je concurrentie. En het eerste wat mensen doen van, heeft iemand het niet zelfs gemaakt? En ik wil dat niet hebben. Je moet het helemaal niet zien. Je moet niet merken dat het thuis is gemaakt bij iemand. En dan ga je van daaruit verder. Doe je dat al? Net heet is belangrijk. Ja. Doe je dat al? Kledingstukken voor boutiques maken, dat je ze aanlevert? Nee, nog niet. Voorlopig doe ik nog aan slow fashion. Slow fashion is op maat kledingstukken maken. Mm-hmm. Op bestelling. En fast fashion, daar zit het geld eigenlijk. Dat is confectie. Voor de impulsieve kopers. Van, hey, ik heb ergens naartoe te gaan. Ik ga bij boutique X. Je koopt, je gaat naar huis, je ziet wat je leuk vindt. Je gaat naar huis en that's it. Ja. Bij mij moet je bestellen. Wat zou er moeten gebeuren om de Surinaamse fashion scene naar een hoger niveau te tillen, denk je? Als eerste moeten al die mensen die zich bezighouden met het vervaardigen van kledingstukken geloof hebben in hunzelf. Dat ze het kunnen maken, dat ze dit tot een fulltime job kunnen maken. Dit is mijn fulltime job. Ik doe niets anders, ik zou niet kunnen. Mm-hmm. Ik heb geen tijd. Ik werk vaak tot 5 uur, 4 uur in de ochtend als ik een heleboel bestellingen heb. En daarna moet ik soms nog nee verkopen. Dus als je een gedegen plan hebt, kan je het maken tot je fulltime job. Hoef je niets daarnaast te doen. Dus mensen moeten gewoon geloof in zichzelf hebben. En pushen. Ja. Gewoon weten waarvoor je gaat en weten wat je wilt. En natuurlijk
plannen, een visie hebben. Waar zie ik mezelf in 5 tot 10 jaar? Dus je kan wel ervan leven? Tuurlijk. En diversificeren. Ik doe tassen. In 2015 heb ik mijn tassen al gelaunched. En er zijn een heleboel mensen die mijn tassen hebben gekocht. En nu ik heb mijn schoenen al gesampled. Ik moet ze alleen nog bestellen. En ze zijn er. Ik heb zelfs al klanten die wachten. Dus je ontwerpt ook schoenen? Ja, ik ontwerp schoenen. Heb je ook voorbeelden om ze te laten zien? Ik wil wel zien, ja. Wauw. Dit maak jij? Ik ontwerp het en het wordt vervaardigd in China. Wauw. Importbeurs in China. In samenwerking met het ministerie van Handel en Industrie. En het was zo de moeite waard. Je hebt dus je eigen merk? Ja, zie je, dat is mijn logo. Christel Nierik. En waar zijn je tassen te koop? Voorlopig nog bij mij. Ik ben bezig te onderhandelen met een paar boutiques. Dus wanneer het zover is, dan horen de klanten het. Ik heb verschillende formaten. Dit is één van mijn formaten. Ik heb kleine, ik heb de grote, dit is die grote. En ik heb de clutch, envelop model. Oké. Ja. Hier. Kijk hier, laten we het. Heel mooi om te zien. Hey, we hebben talent in Suriname. Dat mag echt. Ik maak hier reclame. Ik maak hier reclame. Ja, dat doen ze altijd. Iedereen die tassen verkoopt. En als je ziet, zie je mijn logo ook erin geprint. Logo printed. Nee, dit is heel nice. En je schoenen dan? Mijn schoenen zijn momenteel in China. Ik heb al een sample gemaakt, maar ik heb geen voorbeeld nog. Oké. Dus nog even. Nou, je maakt me steeds nieuwsgieriger naar de persoon achter Christel Nierik. Het gaat mooi zijn hè, als we dit logo overal ter wereld zien en dan weten van dat nou was Rana logo bij SCN. Nou, mooi saneren. Nee, dat moeten we poweren. Dat is geweldig. Maar ik ga er even laten werken, want we zijn midden in je dingen komen storen. Dus doe je ding. Nu, ja, werken. Ik zou eigenlijk naar Lamara. Nu naar Lamara? Ja, nu zou ik naar Lamara gaan. Oké. Okay. Dus, ja. Ik moest een paar stappen kopen voor een paar klanten. Dan gaan we dat doen. Geweldig. Ja? Oké. Wat wordt dit? Dit wordt een color blocking dress. Wat is dat? Verschillende kleuren in elkaar gecombineerd. 2 kleuren. Dus zwaar. Dit lapje is al geel, blauw en wit. Dit noem ik color blocking. Het momentje 2, dat meerdere kleuren in. Binnen hoeveel tijd maak je zo'n dress af? Als ik in mijn zoon ben, 6 uren. Oh? Ja, 5 tot 6 uur. Dan een spotdressie kan ik binnen korte tijd. Ja, voordat je denkt, heb je hele boutique gevuld. Ja. Oké. Als ik mijn tijd neem, is het gewoon 12 tot 17 uur. Maar hoe werk je het liefst? Zo? Kan je gewoon tori praten en bezig zijn? Of zeg je, ik heb toch wel... Ja, ik kan gewoon tori praten en bezig zijn. Natuurlijk iets langzamer, maar ik geloof me, ik maak het af. Oké. Dus dat maak je vandaag af? Ja, hoogstwaarschijnlijk wel. Okay. Ik denk dat ik nog wat ga knippen later, maar dan ga ik dan zwart garen ook gebruiken. Dus dan kan ik 2 outfits tegelijkertijd stikken. Oké. Okay. Je moest nog naar... Ja, ik moest naar Almara om een paar stoffen te kopen. Gaan we dat nu doen? Komen jullie mee? Ja, let's go. Kom je hier? Mooi. Volgens mij letterlijk 6 dagen in een week soms. Als ik 3 dagen niet ben geweest, missen ze me. Vraag, hey, ik heb je lang niet gezien. Terwijl ik 3 dagen niet ben geweest. Alsjeblieft. Thank you. Maar tijd is belangrijk voor mij. Ik kom niet ervan om te lang te wachten. Dus weet je ziet, je loopt even en... Er staat altijd snel iemand klaar die je kan assisteren. Waar ben je nu komen zoeken? Een klant. Hi Stacy. Ze wacht al een hele tijd op me. Okay. Dus ik ben er om stappen voor haar aan te schaffen. Want ze wil een paar gewoon aparte werkoutfits. Dit noemt mijn nieuwe vriend, Scuba. Mm-hmm. Spandex. En dit is eigenlijk geweldig voor die bodycon jurken. Bodycon dressen, dat bijvoorbeeld of perfect fitted. Oh, oké. En dan moet ik het combineren met African print, gewoon super apart. Maar waarop let je wanneer je stoffen koopt? Want als je zegt, je komt 6 keer per week binnen. Echt waar. Naar Lamara. Dan zeg je iets. Hier heb je een ruim assortiment. Mm-hmm. En ja, ik loop ook niet echt graag. Dus als ik gewoon een one-stop shop heb van hier weet ik zeker dat ik het kan vinden, dan kan ik. Yeah.
Doe je dit? Ga even bij. Hi Danny. Dit is Danny en zij gaat me vandaag assisteren met het knippen. Ja, deze wil ik. 1,5 meter. Je weet dat precies wat je wil liggen. Ja, ik wist precies wat ik wil. Dus elke dag in Lamar. Hoor je? Elke dag. Hier woont... is mijn tweede woning. Hè. En wat gaan we hierna doen? Zo, ik heb verschrikkelijke honger, boy. Oh? Ze kunnen eten. Wat gaan eten? Ah, ik heb ook een beetje honger. Wat is trouwens je lievelingseten? Ik kom van buitenlandse gerechten. Pasta's. Je kan zien dat ze designer is, boy. Je laat me een beetje denken aan die designers van het buitenland. Gegrild eten, daarvan hoor ik. Oké. Okay. Ik hou van mijn Surinaams eten hoor, maar ik hou van gegrild food, heerlijk. Dat? Ja, dat was het, schat. Dankjewel, Danny. 5, 6, 7, 8, 9. Oké, dat was het. Wat? Doei. Dankjewel. Oh, hier bedoel je? Ja, ik wil hem altijd proberen. Gezellig. De day. De day. Oké. Okay. Gaan we buiten zitten? Ja, zeker. Lekker fris. Ja, lekker man. Vertel, Christel, je hebt ons al verteld hoe het toen is begonnen. Je drang om te gaan designen en je bent daar nu best ver mee. Hoe is je jeugd geweest? Ik heb een leuke jeugd gehad. Dat is leuk. Ik heb niets te klagen, boy. Ik heb dat laat nog gefietst. Op mijn 14e, 15e, als ik altijd op een fiets. Ik ben op Latour opgegroeid met mijn oma. Op pas en daarna kwam mijn moeder ons halen om naar huis te gaan. Yeah. En na mijn 15e heb ik gewoond met mijn vader in Ikeri. Hij was politie, dus vaak detachering naar de districten. Mm-hmm. Hij was gewestelijke politiecommandant in daar. Okay. En ik heb dan 3 jaren daar gewoond met mijn vader. Dus vandaar mijn 15e. Hij was super streng. Ja? Maar hij heeft de vruchten van afgeworpen. Heb je ooit stoten dingen gedaan waardoor je straf hebt gehad? Pai-pai. Heb je ooit pai-pai gehad? Ja, van mijn oma. Zij ben ik. Wat niet wel. Gewoon. Tjaal, de staf. Kinderen bijvoorbeeld niet luisteren. Ze moesten streken, vooral mijn zus. Maar ze is heel niet van streken. Ja. En als we bijvoorbeeld vaak met elkaar weet je, in discussie waren, dan kregen we wel een pak slaag. Als je bijvoorbeeld onvoldoende hebt gehad op school, weet je, dan kreeg je ook een mooi pak slaag bij je oma. Ja toch, je moet die 9 of die 8 halen, sorry. Ja. Not on her watch. Hoe deed je het op school? Hè? Hoe heb je je kennis die je hebt opgedaan op school gecombineerd met je werk nu? Ik wist gewoon vanaf jongs af wist ik al dat ik ondernemer wilde zijn. Ik wist al dat ik wilde ondernemen. Okay. Dus dat was voor mij ook belangrijk om te weten welke richting ik op wilde gaan. En wat is de samenstelling van jullie gezin geweest waarin je opgroeide? Ja, we waren met z'n tweeën. Mijn moeder had 2 meisjes, mijn zus. Mijn zus is vertrokken naar Nederland. Ik ben achtergebleven, mijn moeder ook. Dus ik was er alleen. Oké. Okay. Mm-hmm. Ik heb maar een zus. Van mijn moeders kant tenminste. Mijn vaders kant heb ik wel een zus. Mm-hmm. En ook nog een jongere broer. Oké. Okay. Vandaag de dag ben je designer. En je hebt heel veel plannen. Dat heb je ons al een beetje verteld. Zijn er ook andere dingen die je leuk vindt? Of die een optie hadden kunnen zijn? Zingen. En koken. Je kan zingen? Ja. Oké. Okay. Please don't ask me to sing. Ja, natuurlijk. Maar je kan me niet zeggen dat je kan zingen niet een klein stukje laten horen. Een klein stukje. Even serieus. Oh my god. Wat ga ik nu zingen? Iets. Ik zing overal, dus zing iets. Laat mij beoordelen of je kan zingen. Ik kan niet echt niet op een nummer. Ik heb het breed laten verwachten, maar ik kan echt zingen. Ik zing meer in mijn badkamer. Ik heb wel een nummer met Splashmaster Gimme gedaan, een house. Mm-hmm. En dat is ook op YouTube te bekijken. Oké. Okay. Gotta Let You Go. Dat is gewoon een fun project. Dat zingen we een beetje voor dat titel. Baby, I love you. So why you wanna let me go? Ze kan zingen.
Maar je hebt dat nu laten gaan? Ja, ik heb het een beetje verwaarloosd. Dus als ik echt wil beginnen, moet ik weer mijn stembanden trainen. Mm-hmm. En ik hou wel van koken, maar echt op zijn tijd. Wat versta je onder op zijn tijd? Oh, als ik er echt super zin in heb, en dan maak ik wel voor alles klaar. Maar vraag me niet om te bakken. Ik kan geen pom, geen pastei, geen koekjes bakken. Maar any other dish I can whip up, maar vraag me niet om te bakken. Bruine bonen, ja, bruine bonen, alles, pasta's, alles kan ik doen. En ik wil voor experimenteren met specerijen. Oké, dus ben je teken? Ja, ik heb een vriend. We wonen samen. Kinderen? Nee. Nog niet? Wil je? Ik weet het niet meer. Ik heb het super druk. Ik heb het echt super druk. En ja, ik ben nu al 39, dus die biologische klopt verder. Tikt, ja, dus het moet eigenlijk nu gebeuren. Ja. Maar je weet toch niet letterlijk en figuurlijk. Nee, kijk nog even. Ik heb nog een beetje tijd. En de komst. Thank you. Geniet u maar. Dank je wel. Doe je altijd zo gezond op deze tijd? Nee, cheers. Hey, cheers. Sorry. Cheers. Ja. Dat is lekker vers in elk geval. Mm-hmm. Mm. Hou je van vers fruit? Eet je fruit? Ja, ik eet wel fruit. Zijn er dingen die je niet eet? Pompoen. Eet ik niet. Waarom niet? I don't like the taste. It's so... Ja, ik weet het niet. Vanaf kleins af had ik het niet, hè. Maar ik heb wel gemerkt dat een heleboel dingen die ik vroeger niet had, ik toch wel wil proberen nu. Maar pompoen, no, I'm never gonna try. Ook niet met zoutvlees? Oh god, no, zoutvlees, nee. Als ik zoutvlees is, heb ik het zelfs klaargemaakt. Mooi droog gebakken, alle vet weggehaald. Heerlijk. Wat heb je van haarkleuren? Dit is mijn natuurlijk haar. Serieus? Ja. Is apart. Dankjewel. Vanaf mijn 18e. Mm-hmm. Begon het, hè? Maar vanaf 24 was ik echt helemaal grijs en kleurde ik het. Oké. Maar nu ik vind het mooi. Ik ben gewoon gestopt. Ja. Ik heb me gewoon erin berust, weet je wat, ik heb geen tijd. En ik had er vroeger wel moeite mee, hoor. Maar nu niet meer. Ik ga niet uit huis en ik kreeg geen complimentjes. Ik vind het prachtig. Dank je. En jullie hebben mensen vragen, maak ik je nummer van je kapster? Ik dacht dat je dat gekleurd. Nee. Wauw. Nee, is me natuurlijk raar. Oké. Hey, maar je zei, je haar is van nature zo, hè? Ja, klopt. Meestal jonge mensen, wanneer ze grijs worden, dan krijgen ze een complex. Heb je daar nooit last van gehad? Ik had er in het begin moeite mee. Ik had gewoon geen zin om te veel te gaan vertellen, want iedereen zat echt zo raar te staren. Ik dacht, ze ziet er goed uit, maar weet je, ze is grijs. En dan zag je mensen echt openlijk, weet je, kijken en dan, weet je, echt zo naar mijn glimlachen als ik ze pakte. Dan zei ik, weet je wat, gewoon kleuren dat ding, hoor, maar... 2014, ik kan me nog heugen, we waren onderweg naar Frans Guyana voor Frans Guyana Fashion Week. Yeah. En AB Joe was er ook bij. En toen spraken we over, weet je, apartheid en weet je, hoe uniek iemand kan zijn. Ik zei van, je bent grijs, hè? Ik zei van, ay boy, ik word echt grijs. Wat denk je daarvan? Moet ik dat gewoon blijven kleuren of moet ik stoppen? Ik zei van, Chris, moet gewoon stoppen, gaat je. Breed staan, doe het maar, probeer het. En soms heb je echt even die push nodig, ja, van iemand, van hey, weet je, probeer het, gaat je leuk staan. En ik denk dat het toch ook iets bijgedragen aan mijn identiteit qua designer. Mm-hmm. Dat ik toch een story heb, weet je, dat ik een beetje apart uitzie. En ja, altijd als mensen bijvoorbeeld naar me kijken, ze vragen, maar je bent artiest, hè? Ja. En ik zeg, ja, ik ben in de modebranche. Ik zeg, ja, je ziet het. Maar, dus ik heb die vruchten van afgeworpen. Ja. Het is gewoon genetisch. Okay. Van mijn moeder en vaders kant. Oké. Doe je trouwens aan sport? Ja, ik doe aan pole fitness. Wat is dat? Oh, pole fitness is oefeningen doen aan een paal. Je paal dansen en dan heb je ook pole fitness. Paal dansen is meer het choreografisch gedeelte, sensuele bewegingen maken. Is niet wat je denkt, strippen, hè? Ja, dat gebruiken die dames wel in een stripclub, maar het is niet, dat is het niet. Het is meer dan dat. Want je gebruikt spieren die je niet eens wist dat bestonden in je lichaam. Ja. Die spieren van je. Hè? Mm. En pole fitness is dan echt, weet je, acrobatische bewegingen aan een paal. Dat doe ik bij Davinia, okay, aan de Senjastraat. Dus je kan wel? Ja. Je kan tot naar boven in die paal klimmen? Ja, het lukt wel. Het lukt aardig. Okay. Maar het is vreselijk ondankbaar. Hè? Je moet constant bezig zijn.
En soms heb ik het zo druk en ik moet werken en dan moet ik nog de volgende dag opstaan om mijn lichaam te gaan pijnigen. Oh god, no. Het lukt niet altijd, maar ik doe echt mijn best om regelmatig te gaan. Maar het is super interessant. Heb je andere bezigheden, los van je designerswerk, die je leuk vindt, dingen die je leuk vindt om te doen? Ja, eigenlijk designen was mijn hobby, hè. En ik heb mijn hobby tot, mijn passie tot een business gemaakt. Daarnaast heb ik zwemmen. Ik zing graag, ik kom van lachen. Ik kom van buiten de stad te gaan. I like the outdoors. Buiten de stad slapen. En daarnaast gewoon gezelligheid met mijn vrienden. Een gesloten groep waar ik altijd uitga. En ja, ik hoor van om te tekenen. Art. Kräften. Oké, dus dat doe je ook allemaal? Ja, dat doe ik ook allemaal in mijn vrije tijd. Je hebt niet echt dieptepunten in je leven gekend? Een dieptepunt? Nee, boy. Not that I can think of. Natuurlijk als mens ben je vaak. Dankjewel. De shrimppasta was voor u? Voor mij. Dankjewel. En uw juicy beefpasta. Dankjewel. Oh, ziet er heerlijk uit. Lekker uit. Yes. Eet is makkelijk. Dank je. Moet de dames peper erbij of is het zo goed? Peper? Ja. Ja, doe maar. Let's try it. Ja. Ja. Zit er verrukkelijk uit. Het ziet er echt lekker uit, ja. Ja, dus dieptepunten? Nee, niet echt. Natuurlijk als mens ben je soms niet altijd tevreden. Kan beter. En dan moet je wel die shift hebben. En om dan gewoon jezelf beter in te zetten om je doelen te bereiken. Maar dieptepunten? Nee. Wat is voor jou een absolute no-no? Van nee, dat vind ik niet leuk. Opgeven. Dat is een no-no. Thank you. Ja, opgeven is voor mij een big no-no. Nee. I'm gonna go Mariah Carey on you. A no-no, honey. Nee. We gaan gewoon door. Ja, we gaan gewoon door. Ondanks alle obstakels, just push on. Ja. Wat denk je dat onze voorouders het beter hadden? Yeah. Al die geweldige zaken die je ziet, weet je, ja, vallen opstaan, just press on. Mm-hmm. En ben ik toch laatste vraag, want we moeten echt aan die heerlijke pasta beginnen. Kruikentaal. Ja, drukt echt goed. Heerlijk. Je bent een liefhebber van lekker eten, hè? Helemaal. Ja? Ja, ik wil van heerlijk eten. Wat ga jij doen om de Surinaamse modewereld naar een hoger niveau te tillen? Wat kunnen we van je verwachten? Ik heb een heleboel leuke activiteiten op schema. Ik ben bezig met een televisieprogramma, met een televisiestation. Dus mensen moeten me blijven volgen en dan gaat de promotie van start. Ik wil opkomende designers een stem geven. Weet je van, hé, er is een alternatief, weet je, zo kan je het beter doen om dit gewoon echt tot je fulltime job te maken. Net wat ik zei, toch, als je gewoon van je passie een business kan maken, zeg dat veel. En soms moet je ook de stoute schoenen aandoen, weet je, je kan niet alles alleen. Weet je, vertel iemand die je kan vertrouwen over je dromen. Ik geloof ook dat, tell your dreams to the wrong person and watch them die. Yeah. Je moet ook niet iedereen weet je, vertrouwen met je wensen, but just zoek gewoon iemand weet je, op wie je altijd kan rekenen, iemand die je goed kan vertrouwen. En dan ga je met de persoon weet je, bezig zijn. En ik geloof wel altijd aan ondersteuning. Ik geloof niet dat je altijd alles alleen kan. Yeah. Je hebt altijd mensen om je heen, de juiste mensen om je heen nodig. Je familie, je kennissen, je vrienden, want daar is het ook bij mij begonnen. Yeah. Weet je, mijn familie, goede vrienden van me wilden mijn kledingstukken kopen. En daar is het begonnen en zo ben ik gaan uitbreiden. Ja, en nu heb je klanten gekregen? Klopt, nu heb ik een klant gekregen. Ik heb een vaste klant gekregen. Ik heb natuurlijk ook nieuwe komers. Maar ik heb het van mijn vaste klanten die elke maand bij me afnemen. Snap je? Dus je moet dat opbouwen. Wow. En natuurlijk moet je ook weten hoe je business moet runnen. Natuurlijk, iedereen kan ondernemer zijn. Maar je moet ondernemend zijn. Ondernemend denken. Continuïteit. Je begint vandaag en over een maand stop je. Of kan je niet verder? Nee, je moet continuïteit creëren. Je moet over 15 jaar, 20 jaar moet je nog steeds bezig zijn met hetgene waarvan je passie hebt, waarvoor je passie hebt. Ja. Dus dat is belangrijk voor mij. Geweldig. Nou, we denken, en ik eigenlijk weet ik bijna zeker dat we nog heel veel van je zullen horen. Zeker weten. Geweldig. Mag ik je alvast danken? We hebben zo een heel prachtig gesprek gehad. We waren deze keer in deze aflevering aan de poort bij Christel Nirk. Ze is een van de vooraanstaande designers van Suriname, zo mogen we het wel zeggen. Wij gaan nu genieten van een heerlijke pasta. En waar we de volgende keer aan de poort zijn,
Sabah zal ik wat toch? Peper voor jou? Ja, een klein beetje. Gewoon even proeven voor de smaak. Hier? Ja, doe maar. Thank you. Smakelijk, dankjewel. Jij ook.